net al over onze bevoegdheden en de bevoegdheid van de wethouder gehad. Wat wilt u nu? Het is uw democratie. Of wij de afhankelijke e-mailadres alleen maar hebben, dat ze een richting het hebben van een open net, verschillende aanbieders, dat is waar we ProPost hebben ook altijd over gezegd. En dan kom ik bij het verbeteren van de communicatie van de heer Rumos. Dat is een onderwerp van bespreking geweest en dat heeft toe geleid. Nou, ik vind het een hele verwarrende discussie en ik vind dat de wethouder ontloopt zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft de raad eigenlijk, bewust of onbewust, fout geïnformeerd. Er zijn raadsbrieven naar ons toegekomen waar allerlei dingen in staan die gewoon niet zo zijn. En ik erger me ontzettend eraan dat Almelo als grootste aandeelhouder van het geheel, dat hij niet het voortouw pakt. Almelo moet de leider zijn van deze discussie. En die moet de leider zijn hier over Kogas. Die moet, en niet Wierde. Ik vind dat Wierde doet ontzettend zijn best. Daar niks anders dan prijzend daarover. Maar dat is niet de taak van Wierde. Dat is de taak wat Almelo moet doen. Wierde is een kleine aandeelhouder in Kogas. En Almelo is de grootste, veruit de grootste. Nou, daar moeten we gebruik van maken. En dat gebeurt niet. Er wordt al wat tegemoet gekomen aan bepaalde eisen. Maar het totaal is heel onduidelijk. Niemand begrijpt het meer. En dat moet opgeheven worden. Dat kan niet zo doorgaan. Dat kan niet doorgaan. Nou, ik ben wel blij dat die motie unaniem is aangenomen. Dat geeft mij een steunende rug richting aandeelhoudersvergadering, maar ook richting commissaris en directie. Denkt u dat u iets kunt veranderen ten aanzien van het beleid van Kogas? Nou, dat weet ik niet, maar ik zal wel mijn uiterste inspannen om toch de wensen en de bedenkingen die hier leven, om daar dan te kunnen voldoen. Maar ja, ik kan niet voorspellen wat de uitkomst op voorhand is. Je zou kunnen zeggen, u schiet uzelf in de voet, want als de Kogas meer investeringen moet doen, dan krijgt u minder dividend. Ja, maar dat is de vraag. Maar dan kijk aan de andere kant, voor de cliënten moet het ook opgelost worden. Want als je het niet oplost en je cliënten lopen allemaal weg, dan heb je ook weer een ander probleem. Maar het moet wel in verhouding liggen natuurlijk. De gelden die je kwijt bent om tot een resultaat, eventueel resultaat te kunnen komen. Maar verwacht u dat de Kogas hier iets kan doen? Er zullen best wat mogelijkheden zijn op onderdelen, maar zoals ik vanavond ook al gezegd heb, we hebben drie partijen nodig. Niet alleen Kogas, want die kan het ook niet alleen, maar ook Kaiwe, de medewerking en de medewerking van Ziggo. Nou hoor ik dat sommige mensen, die hebben een aanbieding van Ziggo gekregen, een lege dvd-doos of zoiets, met een aanbod om bij Ziggo te blijven. Ik begrijp het alleen niet. Nee, dat is mij ook onduidelijk, want het ligt duidelijk, althans voor iedereen. Ziggo beëindigt zijn diensten hier in februari volgend jaar. En dan toch nog nu met acties komen om een ander abonnement te nemen of een beter abonnement, ja, dat verbaast mij ook.